Nou, we beginnen met een hele oude voorspelling. Vergeet Leonardo da Vinci, vergeet Jules Verne. Hier hebben we Roger Bacon. Een monnik uit de 13e eeuw. Je moet je voorstellen dat Delft en Amsterdam nog moesten ontstaan. Of net bezig waren aan het ontstaan. En hij deed onder meer een gemotoriseerd schip, een auto, een vliegtuig, een duikuitrusting. En zelfs iets dat lijkt op een jetpack. Dat is zo'n rugzak waarmee James Bond rondvloog in een van zijn films. Wat is het, ets of gravuren. Het is de oudste wetenschappelijke voorspelling die ik tegen ben gekomen. Er waren natuurlijk een hele hoop profeten waar hem voorgegaan. Maar hij was de eerste die echt puur op rationele gronden voorspellingen deed. Hij was echt een man van de wetenschap en niet van waarzeggerij of goddelijke influistering. Zijn visioenen zijn bewaard gebleven in de tekst met de veelzeggende titel Brief over de geheime werken van wetenschap en natuur en de nietigheid van de magie. Uit 1542 het oorspronkelijke manuscript is verloren. Nou ja, we gaan er eventjes van uit dat hij het ongeveer zo heeft opgeschreven ooit. Ik citeer uit zijn werk. Er kunnen machines om te varen worden gemaakt, die worden bestuurd door één man en die sneller gaan dan volledig bemande schepen. Er kan een strijdwagen worden gemaakt die zich met enorme snelheid voortbeweegt, zonder de hulp van enig levend wezen. Er kunnen machines om te vliegen worden gemaakt, waarin een mens zit die louter door het draaien aan een apparaat kunstmatige vleugels in beweging brengt, net als bij vogels. Het is mogelijk uit te vinden voor het neerlaten, dalen of verheffen van de zwaarste gewichten. De mens zou een machine kunnen maken waarmee je zonder gevaar over de bodem van de zee zou kunnen lopen. Bacon was in veel opzichten zijn tijd vooruit. Je kan hem gerust een geniesoldaat van de wetenschap noemen. Hij was bijvoorbeeld de eerste Europeaan die een beschrijving gaf van buskruid. Van een soort kinderspeelgoed, zo groot als een duim, gemaakt van perkament en salpeter. En dat een enorm gebrul en een lichtflits veroorzaakt, onmiskenbaar een rotje of ander vuur. Hoe hij aan wetenschap kwam, kunnen we alleen naar raden, maar het is wel zo dat hij een Vlaamse andere monnik, Willem van Rubroek, waarvan we weten dat hij in 1253 helemaal in Mongolië is beland. Dus misschien dat die hem daarvan op de hoogte heeft gesteld. Ook in andere opzichten was hij zijn tijd voor. Hij benadrukte het belang van wiskunde. Dat noemde hij de poort en de sleutel van de natuurwetenschappen. En hij liep ook vooruit op de troepen met zijn nadruk op het belang van experiment en waarneming. Wat ook vernieuwend was dat hij niet alleen de Bijbel of de kerkvaders of Plato of Aristoteles als bron van wijsheid nam, maar ook geschriften uit het Midden-Oosten en zelfs uit het Verre Oosten, islamitische. De islamieten waren in die tijd, of de Midden-Oosten, hoe heet het, de Arabische landen waren natuurlijk ons in die jaren ver voor in wetenschappelijk opzicht. In veel opzichten middeleeuwen, want wat die auto, die zelfrijdende wagen die voorspelde, of die duikerklok, dat waren geen dingen die hij voorspelde voor de toekomst. Hij zei, dat zijn dingen die ooit gemaakt zijn. Het idee dat de gouden tijden voor ons liggen, dat was een middeleeuwer vreemd. De gouden tijden, de hoogtepunten, die lagen in het verleden.
De wereld stond stil, of in het beste geval, of in het ergste geval, misschien ging hij zelfs achteruit. Net als de magiërs van zijn tijd en zijn mede-alchemisten ging Bacon op zoek naar vergeten of verborgen kennis. De geboorte van het echte vooruitgangsideaal zou nog 5 eeuwen op zich laten wachten. Dit is een leuk. In mijn speurtocht naar oud. Serieuze futurologische of wetenschappelijke of science fiction-achtige voorspellingen gezien, maar ook journalisten waagden zich eraan. Dit is een artikel uit van 7 augustus 1909, uit het geïllustreerde tijdschrift Wereldkroniek. En ik lees een stukje voor. In de toekomst is het te voorzien. Zogenaamde ontvanger zou kunnen meenemen in zijn overjas. En terwijl men op straat loopt, door het overgaan van een schelletje, opgebeld zou kunnen worden. Iedereen zal dan, waar hij zich ook bevindt, telefonisch te bereiken zijn onder zijn eigen nummer. De jongste vinding deze eeuw, draadloze telefonie. Is een beetje verwarrend, want wij associëren dat met de telefoon uit de jaren 90, of die geïntroduceerd is in de jaren 90, die ons bevrijd heeft van het krulsnoer. In deze tijd werd draadloze telefonie gebruikt voor radiotelefonie. Het artikel dat dat de ene technologische doorbraak struikelde over de andere. Dus, een ontzettend enerverende tijd, ook op het gebied van radiotechnologie. Na de eerste succesvolle experimenten rond 1880 was radiocommunicatie aanvankelijk alleen geschikt voor een. Maar kort voor het verschijnen van dit artikel was men er ook voor het eerst in geslaagd om stemgeluid via een radio over te brengen. En daar werd gelijk op experimentele basis gebruik gemaakt op schepen. In luchtschepen toen nog, in zeppelins. Ook de Amerikaanse pers maakte er al gebruik van ten bate van snelle berichtgeving. Het artikel gaat over deze razendsnelle ontwikkelingen, maar onderstellingen. Maar wel mag men aannemen dat over 20 jaar onze gewone huistelefoon verdrongen zal zijn door de draadloze, om de eenvoudige reden dat het installeren gemakkelijker te onderhouden en daarboven praktischer in het gebruik is. Dat is een tamelijk visionair verhaal, maar de Wereldkroniek was niet het enige prematuur. Als je goed kijkt, dan zie je de twee dikke heren vooraan met een hoed. Dat ze een ouderwetse hoorn en met een belletje en een haak aan hun jas hebben hangen. Ook die dame met dat bontjasje. Het is een cartoon, een Duits satirisch blad uit 1926. Dus er is, kort gezegd, al heel veel gefantaseerd over de mogelijkheid van mobiele telefonie. Nog een journalistieke voorspelling in het blad, wat was het ook weer, Het Leven in 1913. Het Leven was ook een geïllustreerd tijdschrift. Met veel aandacht voor zedenschandalen, voor de nieuwste badmode. Een blad met een hoog olala gehalte. In april 1930 geven we leven. Om het maar ineens in enkele woorden te zeggen. Het medebioscoop is een ingericht
mogelijk maakt dat met de beelden die in het bioscooptheater op de groep worden geworden, tegelijkertijd ook in zijn eigen woning te zien. Zodat men dus niet in een warme, eigen zaal hoeft te zitten. Zelfs in deze deur. Van wat de filmfabrikanten het publiek tegenwoordig met hun volmaakte techniek te genieten kunnen geven. Met de inworp van een dubbeltje in een gleuf stelde de abonnee van de telebioscoop een ingenieus toestelletje in werking dat een verbinding tussen de bioscoop en de huiskamer tot stand bracht. Een soort Flintstones uitvoering van streamingdienst à la Netflix. In 1913. Hoe werkt het? De projector achter in de bioscoopzaal had twee lensjes. Eén grote lens om het beeld in de bioscoop op het grote scherm te projecteren. En een klein lensje die op een mat glazen ruitje een kleine projectie maakte. Dat matglas maakte deel uit van een doosje. Of een doos. Daar zaten 2000 lensjes en die waren stuk voor stuk verbonden met een, wat hij noemt, met zeer dunne buisjes, holle draden, waarin telkens op een meter afstand van elkaar zeer kleine lensjes zijn aangebracht. Door deze holle buisjes wordt het beeld naar de huiskamer van de abonnee getransporteerd om uiteindelijk op een scherm te worden geprojecteerd. Wel beschouwd zou je het kunnen zien als een soort artist impression van de werking van fiberglass famer. Ja. En dat op 1913 moet je voorstellen. Een week later, of ik weet niet, een maand later, onthulde het blad dat het een 1 april grap was. maar wel een sublieme 1 april grap. Een briljante toepassing. Net spiegelde ook deze de toenmalige technische ontwikkelingen, de zaken destijds. Stelde met de inworp van een muntje, dat het destijds tamelijk nieuwe verschijnsel van een muntautomaat eind 19e eeuw ook tot Nederland gedrongen. Een automaat waar je chocoladereep uit kan trekken. En ik geloof, hij schrijft, dat wist ik niet, dat je zelfs al een treinkaartje kon krijgen met een inworp van een muntje. Bekender misschien is dat de mensen die lichtgas, stadsgas ontvingen, dat ze steeds moesten betalen, dat ze zelf een automaat in huis hadden waar ze een muntje moesten gooien. Belangrijker nog is dat het de grap weerspiegelt het enorme enthousiasme over de telefoon, die al wel dik 20 jaar oud was destijds, maar die steeds meer verspreid raakte onder de mensen. En de gloednieuwe bioscoop, dat was natuurlijk helemaal nieuw. Die twee ontwikkelingen werden gecombineerd en geëxtrapoleerd tot, wat mij betreft, een geslaagde 1 april grap. Het duurde eventjes voordat ik het door had, toen ik het blad las. Terug in de tijd. Oh, dit is nog een foto uit dat artikel. Een voor mij totaal onbegrijpelijk apparaat wat er ook bij hoort. Ik denk dat het een soort rookgordijn is. Dieper terug in de tijd. Zonder internet en gedigitaliseerde archieven had ik deze rubriek onmogelijk kunnen schrijven. Dan was het veel te tijdrovend of misschien in veel gevallen fysiek onmogelijk geweest om de juiste informatie te vinden. Het doorzoeken van ruim 12 miljoen krantenpagina's op elk mogelijk trefwoord in een fractie van een seconde, dat was voor geschiedkundigen van, pak een beetje 10, 15, 20 jaar geleden, een onmogelijke droom, een soort ideaal beeld geweest, wat bijna onvoorstelbaar was. Toch is het leuk om af en toe fysiek een archief in te duiken. Ik heb dat bijvoorbeeld gedaan bij dit boek,
het Viscontisch Filosofisch Bedrijf, de bijzondere collectie van de Universiteit van Amsterdam, heeft een exemplaar. Zo'n oud boek geeft je toch meer dan wat dan ook het gevoel dat je echt, dat de geschiedenis tastbaar wordt. Een oude, vergane, leren kaft, bruin uitgeslagen pagina's. Ik zag zelfs een haar die in het geschepte papier zat. Ik dacht van, er zou eigenlijk eens een DNA-onderzoek naar gedaan moeten worden. Maar, geweldig, zo'n oud boek. Het voelt als een soort tijdcapsule. Het Viscontisch Filosofisch Bedrijf van Hendrik Stevin is een curieus boek. Dat bij het verschijnen weinig opzien baarde. Ik kwam er later nog achter dat bij zijn overlijden dat hij nog een hele stapel van het exemplaren over had, die hij niet had weten te verkopen. Het boek was voorgoed onder de stof van de geschiedenis verdwenen als het in 1921 niet was herontdekt. Hendrik Stevin was de zoon van de ingenieur en wiskundige Simon Stevin. Jullie weten het waarschijnlijk, de oer-ingenieur eigenlijk van Nederland. Hij trad in diens voetsporen, maar was beslist minder geniaal dan zijn vader. Toch mag Hendrik Stevin, als zijn vader de Archimedes van de Lage Landen is, gerust de Nederlandse Jules Verne heten. Stevin doet in zijn boek bijna terloops voorstel voor de aanleg van een afsluitdijk. Niet één tussen Wieringen en de Friese westkust, maar van Den Helder, of wat nu Den Helder heet, Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland enzovoort, tot aan de Groningse kust. Even kijken. Oh, dit is een vage foto van de tekst. Kijk, dit stond een beetje voor ogen. Dit is een 19e of een 20e eeuwse kaartje. Het komt niet uit het boek. Helaas heeft hij er geen plaatjes bij gemaakt. Hendrik Stevin begreep dat hij aan een paar dingen moest denken. Dat er meer nodig was dan alleen maar de boel afdammen. Dat was natuurlijk bedoeld voor de kustverdediging. Maar hij besefte ook dat er een uitwateringssluizen ergens moesten komen om het IJsselwater af te voeren. En wat hij ook begreep, goed voorzien, er moest een kanaal worden gegraven bij Nederland op zijn smalst hier, wat er uiteindelijk ook gekomen is, om de haven van Amsterdam bereikbaar te houden. Hij was heel erg voorbereid op de spot van zijn tijdgenoten, want hij dekte zich in met een soort vrij vertaald, een soort zinnetje van, ze zullen wel denken dat ik knettergek ben dat ik met dit voorstel kwam. En in zekere zin was dat ook zo, want met de toenmalige stand van de techniek was dit plan onuitvoerbaar geweest. Pas toen de Zuiderzeewerken de voorbereidingen al volop in gang waren, is dit boek teruggevonden en heeft er een stuk over gestaan in het blad van het Geografisch Genootschap. Dan de missers. Arthur C. Clarke, vooral bekend van het door Stanley Kubrick verfilmde 2001 A Space Odyssey, schreef behalve fictie ook futurologische werken. Een van de bekendste science fiction schrijvers en futurologen van de 20e eeuw. En dat maakt het leuk om in te zoomen op een van zijn profetische miskleunen. Christopher Cockerell was een ingenieur uit Cambridge. En hij begon in 1953 te experimenteren met een blazer en twee conserveblikjes die probeerde te laten zweven boven de tafel. En na heel veel uitproberen lukte hem dat. Hij had hier een soort luchtkussen van hoge druk, stabiel luchtkussen van hoge druk gecreëerd, waardoor die blikjes gewoon boven tafel bleven. Vanaf dat
dat moment is het echt heel erg snel gegaan. Want in 1959 ging er al een eerste experimentele, maar succesvolle vaart of vlucht, hoe noem je het, over het kanaal. En in 1962 waren er al twee of een paar lijndiensten in Engeland en Wales operationeel. Dus dat is echt een supersnelle ontwikkeling geweest. In datzelfde jaar van die eerste commerciële lijndienst publiceerde Clark zijn futurologische werkje, hoe heet het ook alweer? In het Nederlands is het tasten in de toekomst. Het is vertaald als tasten in de toekomst. Profiles of the Future. Ik vind de Nederlandse titel eigenlijk mooier. Geeft een mooi beeld. Hij heeft daar een heel hoofdstuk gewijd aan het rijden op lucht. En zijn verwachtingen zijn heel hoog gespannen. Hij zegt, volgens Clark stond de wereld na de komst van de automobiel en het vliegtuig met de hoverkracht aan de vooravond van een derde omwenteling op vervoersgebied. En dan citeer ik een regel. Deze derde omwenteling kan betekenen dat het wiel, onze trouwe dienaar sinds de dageraad van de geschiedenis, verdwijnt. Clark's vervoersrevolutie zou voortkomen uit het feit dat hovercraft ervoor zorgt dat je eigenlijk een minimale infrastructuur nodig hebt. Hij zegt van de wegen, het bestaande wegennet kan een aantal generaties gewoon hoeft niet langer onderhoud, want ook op een asfaltweg met gras kan je prima voort met een hovercraft. Maar de impact zou vooral heel erg groot zijn in de landen die in die tijd nog geen wegennet hadden. Want hij zegt, of het nou pampa's, steppen, prairies, sneeuwvlakten, moerassen of woestijnen zijn, door de komst van de luchtkussentechniek zijn dat allemaal geschikte ondergronden voor snel en zwaar verkeer. Hij voorzag een integratie van het vervoer over land en over zee. En bijvoorbeeld dat havens helemaal niet meer nodig waren, omdat overal waar de kust, nou ja, waar geen steile rotsachtige kust is, kan je gewoon aanlanden met een hovercraft. Hij gaat zelfs zo ver dat hij zegt dat het die nieuwe onafhankelijkheid van infrastructuur zou tot gevolg kunnen hebben dat de mensheid zich zal verspreiden over de meest afgelegen en verre uithoeken van de wereld. Want je kan er gewoon gaan wonen en je hebt een hovercraft voor de deur staan en klaar is Kees. Hij stond niet alleen in zijn hoge verwachtingen van hovercraft. De krant Het Vrije Volk bijvoorbeeld sprak bij de eerste geslaagde proefvaart al gelijk over een vervoersrevolutie. Maar wel nog wel met een vraagteken. Men zag de hovercraft ook als een... Oh, wacht even. Dit is bijvoorbeeld een hele serieuze poging van Fransen in Frankrijk om een trein die werkt op luchtkussentechniek voor elkaar te krijgen. Dus tussen 64 en 77 is daarmee geëxperimenteerd. Maar los van dat dacht men ook dat het personenvervoer voortaan met luchtdruktechniek zou plaatsvinden. Deze heeft wel wieltjes, maar ik neem aan, omdat er twee enorme ventilatoren in zitten, dat het de bedoeling is dat die ook zweeft. Dit was een project van Ford. De Ford Volante. Ook een auto zonder wielen. Nou, dit is een scooter, of wat is het? Erg mooi. Dit kwam ik nog tegen in dat geweldige archief van de Koninklijke Bibliotheek, wat zo volmaakt ontsloten is op internet. Een berichtje over de Caravan Rij 1971. Een caravan die omgebouwd is tot een hovercraft, vooral geschikt voor vakanties in waterrijke gebieden.
Nou ja, er zou allemaal helemaal niets van terechtkomen. De hovercraft was lawaaiig, slurpte benzine. De reis was oncomfortabel. Ik heb er zelf 1 keer in gezeten en ik werd erg misselijk. En de toestellen waren bijzonder onderhoudsgevoelig. Op een paar uitzonderingen na, in Japan en de Sovjet-Unie, is de hovercraft nooit verder gekomen dan zijn oorspronkelijke biotoop, de Britse kustwateren. Op 1 oktober 2000 maakte de dienst tussen Calais en Dover zijn laatste vaart. En nu is er alleen nog een klein lijntje operationeel naar het Isle of Wight. Maar dat is, ik krijg de indruk als ik op de website kijk dat dat meer een soort museumlijntje is. Ik heb voor de aflevering over deze kwestie heb ik gesproken met een verkeersdeskundige van de TU. En die zei, die vertelde eerst zijn eigen slechte ervaringen met de hovercraft. Dat hij niet eens naar buiten kon kijken omdat het water zo opgespat was en het zout zo op het glas, op het plexiglas had ingewerkt dat hij gewoon niet naar buiten kon kijken. Maar hij zei ook, je moet van goede huizen komen als je bestaande vervoerssystemen, die eigenlijk heel functioneel en goed functioneren, zoals de auto en gewone scheepvaart, moet je wel, dan is het echt heel moeilijk om dat zomaar te verdringen. Dat lukt je niet zomaar. Dit is echt een hele mooie, zuivere voorspelling, puur op basis van technisch inzicht en intelligentie. De grote Christiaan Huygens, ik denk dat het een van de grote Nederlandse wetenschappers is. Het zijn vooral zijn onhandige schetsjes die bewaard zijn gebleven. In het handschrift die het gevoel geven dat je over zijn schouders, langs zijn enorme bos met krullen, meekijkt hoe Christiaan Huygens zijn nogal voorbarige idee uitwerkt. 2 eeuwen voor de komst van de eerste efficiënte verbrandingsmotoren beschrijft Huygens zijn nieuwe krachtbron met, ik vertaal uit het Frans, veel vermogen en die in tegenstelling tot paarden en mensen niets kost om te onderhouden. Huygens vertelt dat hij eind 1672 op het idee kwam om, in zijn woorden, de al te grote snelheid en omstuimigheid van buskruit te matigen en aan te wenden voor andere toepassingen dan de gebruikelijke gewelddadige, zoals kanonnen, musketten en de mijnbouw. Onderin de buis. De motor bestaat uit een verticale buis met een zuiger, B, denk ik. En onderin, even kijken hoor. Onderin de buis wordt buskruit aangestoken. De explosie drijft de zuiger naar de bovenkant van de buis. Het gewicht en het vacuüm trekken de zuiger terug in de buis, waardoor er middels een touw en een katrol iets in beweging wordt gebracht. Hoe primitief ook, het was geen bestendig draaiende motor. Huygens buskruitmotor bevat dezelfde elementen als de latere zuigermotor. Cilinder, ontsteking, zuiger en kleppen. Dat zijn, denk ik, dat waren leren dingen daar aan de onderkant, waar de lucht in en uit kon. Huygens doet zijn experimenten als onderzoeksdirecteur van de Franse Academie van Wetenschappen in Parijs. Hij is tamelijk bescheiden over zijn machine die nog veel gebreken vertoont en verder ontwikkeld moet worden. Maar Huygens laat alle bescheidenheid varen als in de passages waarin de toekomstige toepassingen van zijn uitvinding ter sprake komen. Als machine om te hijsen, om water op te pompen. Huygens meent dat zijn buskruitmotor meer kracht dan 40 paarden kan opwekken. En dat hij goede diensten zou doen in het vervoer over land en over zee. En echt stoutmoedig wordt hij als hij suggereert om de machine in te zetten voor een vliegmachine. 1673. Hij voegt er wel aan toe, maar ik erken
dat er nog wel heel wat wetenschap en vindingrijkheid nodig zou zijn om een dergelijke onderneming tot een goed einde te brengen. Aardig detail wat ik nog vond is dat in een brief uit 1684 vertelt Huygens, hij was er zelf al mee gestopt met de experimenten, dat de oprichter van de Franse Academie van Wetenschappen, Jean-Baptiste Colbert, nog 4 of 5, dus aanhalingstekens, nog 4 of 5 lakeien liet ophijzen met de machine. Dus er is echt serieus mee geëxperimenteerd. Je kan ook niet zeggen dat deze buskruitmotor een doodlopende weg is in de technologische evolutie, want Huygens werkt in die tijd samen met de jonge Denis Papin, die rond 1690 voortbordurend op Huygens werk een vroege zuigerstoommachine ontwikkelde. Dus in zekere zin is dit ook een aanloop geweest op het begin van de stoommachine techniek. Zeker 5, ik geloof wel 6. Dit is ook nog een schets uit een latere gedrukte versie. Zeker 5 of 6 afleveringen van het rubriekje gaan over luchtvaart. De wens om te vliegen is natuurlijk heel diep ingebakken in de menselijke cultuur. Misschien zelfs in de menselijke aard. Ik denk dat vanaf het moment dat de mens zich kon verplaatsen in andere wezens, in zijn medemens, maar ook in andere schepselen gods, denk ik dat hij ervan gedroomd heeft om te vliegen. Neem bijvoorbeeld de vliegende auto. Nog nooit echt verwezenlijkte droom. Maar de gedachte aan de combinatie van vleugels en wielen is diep geworteld in de Indo-Europese cultuur. Van IJsland tot India hebben goden en godinnen zich verplaatst in vliegende strijdwagens. In 1917 voorzag het Amerikaanse tijdschrift Illustrated World de komst van de Aero Autocraft. Jullie zien hem hier. Er zijn sindsdien heel veel pogingen gedaan. Een oneindige lijst. Een mooi voorbeeld is een vliegende auto. Een combinatie van een Cessna en een bekend automerk, ben ik even vergeten. Die zou dienst doen in een... Het was al helemaal geboekt om dienst te doen in een James Bond film. Ik denk rond 1970. En kort voor de opnames verongelukte de uitvinder met het vliegtuig of met de vliegende auto. En toen hebben ze maar gebruik gemaakt van een schaalmodel om de opnames nog te kunnen maken. In onze tijd, Toyota is ermee bezig, Airbus, Uber zegt ermee bezig te zijn. In het Nederlandse Raamsdonksveer is er ook een bedrijf, Palfi, die al jaren verkondigt dat ze dat die elk moment op de markt komt. Maar ik volg ze al een paar jaar en het wordt wel elke keer weer uitgesteld, moet ik zeggen. Als ik iets het schrijven van deze... Ik geloof er niet meer zo in. Ik denk de fundamentele last die het concept met zich meebrengt, is dat ideale plek om het te gebruiken is natuurlijk dicht bevolkt gebied, maar juist daar is het onmogelijk. Dus ik voorspel dat technisch is het mogelijk, maar de mensen die zo'n apparaat kopen voor 100 of 200.000 euro, die zullen op weg naar het vliegveld in de file staan en op het vliegveld staan ze opnieuw in de file om te kunnen vertrekken. Maar goed, als iets deze rubriek mij geleerd heeft, is het zeg nooit nooit. Een klassieke voorspelling, een misvoorspelling, komt van een van de belangrijkste natuurwetenschappers van de 19e eeuw. Lord Kelvin heeft meerdere malen verklaard dat de luchtvaart dat nooit enig praktisch nut zal hebben. Dit is een ontluisterend briefje. Beden,
Powell, de broer van de oprichter van de, padvinderij, die was gevraagd om wat meer aandacht te geven aan de Aeronautical Society in Engeland. En hij had Lord Kelvin gevraagd om lid te worden van de club. En hij kreeg een tamelijk hooghartig briefje terug, waarin hij zei van dat hij geen inch of zo, ik weet niet meer hoe hij het zegt, maar totaal geen geloof heeft in de toekomst van de luchtvaart. Van de, ook niet van luchtballonnen luchtschepen. Zelfs een jaar voordat de gebroeders Wright het luchtruim kozen in 1903, heeft hij nog eens in een interview nadrukkelijk gezegd dat hij er echt helemaal niets van geloofde. We kunnen ons daar vrolijk over maken, maar er zijn heel veel mensen die de duizelingwekkende doorbraak van luchtvaart niet hadden zien aankomen. Kelvin is in goed gezelschap. Tijdens een toespraak voor de Aero Club de France op 5 november 1908 bekende Wilbur Wright: ik moet toegeven dat ik in 1901 tegen mijn broer Orville heb gezegd dat de mens niet binnen 50 jaar zou vliegen. Sindsdien wantrouw ik mezelf en ik vermijd alle voorspellingen. Er zijn natuurlijk ook wel goede voorspellingen gedaan. Een hele opmerkelijke vond ik dat Nikola Tesla, uitvinder van een heleboel dingen, waaronder radiografische besturing, in 1907 heeft voorspeld dat drones, die hij natuurlijk anders noemde, onbemande vliegtuigen een doorslaggevende rol zullen gaan spelen in de toekomstige oorlogvoering. Een voorspelling die op het punt staat om uit te komen, denk ik. Een kolossale misser van recente datum is de aangekondigde herrijzenis van de Zeppelin. In Duitsland, Frankrijk, Amerika, ook in Nederland was men er in de jaren 90, waren heel veel mensen bezig om werkte aan de comeback van de Zeppelin. De meest opzienbarende poging komt van het Duitse bedrijf Cargo Lifter, dat rond het jaar 2000 de hooggespannen verwachtingen tot het uiterste wist op te voeren. Een wonder van Duitse ingenieurskunst zou ervoor zorgen dat een vloot van 200 vrachtzeppelins met elk een lengte van 260 meter over het luchtruim zou heersen. Een zuinig en milieuvriendelijk alternatief voor vliegtuigtransport en een stuk sneller dan schepen of vrachtwagens. Het bedrijf werd op handen gedragen door de politiek, door de pers en ook door het publiek. De verwachtingen werden, het toppunt van het bedrijf was de opening van deze Zeppelin hangar in de buurt van Berlijn. Voor de verhoudingen, die stipjes linksonder, dat zijn volgens mij twee mensen en een hond of een kind, ik weet het niet. 360 meter lang, 220 meter breed en 107 meter hoog. Geldt ook nu nog als de grootste zelfdragende gebouw ter wereld. Het eerste proefmodel van de Zeppelin was een technische mislukking. Een cargo lifter ging roemloos ten onder. Ik heb een boek gelezen, een promotieonderzoek van iemand die onderzoek heeft gedaan naar hoe dat zo falikant heeft kunnen mislukken. En hij gebruikt het als een soort schoolvoorbeeld voor het verschijnsel hybris, hoogmoed in het Oud-Grieks. Het fenomeen dat een bedrijf ten onder gaat aan de zelfoverschatting van de leidinggevende. We kunnen denk ik allemaal bedenken welk Amerikaans autobedrijf op de nominatie staat om als volgende ten onder te gaan aan hybris. Ik denk dat Tesla. Maar goed, niet getreurd.
Het staat er nog steeds, de hangar, en het is een tropisch zwemparadijs geworden. Nog één leuke luchtvaartvoorspelling. In 1912 voorspelde de toenmalige hoofdredacteur van de Kampioen, het ANWB-blad, dat een simpele berekening aan de hand van de natuurwetten duidelijk maakt dat het niet mogelijk is om met spierkracht ooit het luchtruim te kiezen. Hij deed die voorspelling, of die stelling moet ik eigenlijk zeggen, naar aanleiding van een prijsvraag die door autofabrikant en fietsfabrikant Peugeot werd uitgeschreven. Een prijs voor de eerste die met een luchtfiets, die met spierkracht, verder dan 10 meter zou kunnen vliegen. De hoofdredacteur van de ANWB heeft heel lang gelijk gekregen, maar de stelling had geen eeuwigheidswaarde. Maar heel lang is het opgegaan. Het is heel vaak geprobeerd. Zonder noemenswaardig resultaat. Steeds weer nieuwe prijsvragen. Je kan op YouTube kan je fantastische filmpjes krijgen van hartsfietsende snorren die hooguit 2 of 3 meter eventjes van de lucht komen, maar van de grond komen. Het was zo exemplarisch dat rond 1960 in Nederland de term luchtfietserij en luchtfietsen in zwang raakte voor dingen die plannen die geen schijn van kans maakten. Maar de ironie wil dat juist in diezelfde jaren, om precies te zijn, 9 november 1961, slaagden studenten van de Universiteit van Southampton in Engeland er voor het eerst voor om echt een luchtfietsvlucht te maken. De eerste keer legden ze een afstand van 64 meter af. Een paar maanden later was dat 500-600 meter. En nog eens twee decennia of een decennium later werd het kanaal overgestoken, puur op spierkracht. Nog eventjes om het onderscheid te maken. Ook de start moet op spierkracht, want anders kan je het natuurlijk vergelijken met een zweefvliegtuig waar je mee de lucht in wordt getrokken. Dat is natuurlijk, dat deed niet mee. Dit was echt puur hard trappen en techniek. Ik moet erbij zeggen, ter verdediging van de hoofdredacteur van de Kampioen, dat hij in die vroege 20e eeuw echt serieus ging kijken van: is dit een vervoersmiddel waar we straks mee naar ons werk kunnen? Terwijl in 1979 wisten we allemaal al lang dat het nooit meer dan een interessante technische en sportieve uitdaging zou zijn. Goed. Ben ik al aan mijn tijd, Patrick? Een beetje wel, hè? Ik ga deze iets inkorten. Ik heb een paar hoofdstukken over energie Doe ik. De techniek staat voor niets. Ik denk dat ik... Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ja, nee, het zou ongetwijfeld mogelijk zijn met de elektrische fiets. Als het op spierkracht kan, dan zal dat zeker lukken. Maar het leuke van deze prijsvraag was van kan het mens het echt, weet je wel, zoals het in de Griekse mythologie al werd voorspeld. Dat idee dat het echt helemaal op eigen kracht kan, dat maakte het denk ik tot een echte uitdaging. Ik heb me erover verbaasd dat
Nederland een redelijk rijke traditie aan toekomstromans heeft. Ik wist dat niet. Het zijn ook stuk voor stuk vergeten boeken. Maar in 1777 kwam Betje Wolf al met de eerste toekomstroman. Holland in het jaar 2440. Helaas zonder technische voorspellingen. Maar ik ben toch wel wat aardige dingen tegengekomen. De totaal vergeten Nederlandse toekomstroman anno 2065, Een blik in de toekomst, in 1865 geschreven door de bioloog Pieter Harting, biedt een curieus inkijkje in de glorieuze toekomst van perslucht. De hoofdpersoon belandt in het Londen van 1865 en verbaast zich over niet door paarden getrokken wagen. Het voertuig wordt niet door stoomkracht voortbewogen, ook niet door een verbrandingsmotor, ook niet door elektromagnetisme, zoals het destijds nog heette, maar door perslucht. Cilinders met perslucht. Heel opmerkelijk. Maar tegelijkertijd, zoals zoveel voorspellingen, echt een weerspiegeling van de technische stand van zaken toen. Wat heel erg in vergetelheid is geraakt, dat perslucht in die tijd voor elektriciteit en voor een goede functionele verbrandingsmotor, dat de verwachtingen heel erg hoog waren. In de 40e jaren zijn er in Frankrijk, Duitsland en later ook nog in New York experimenten gedaan met een perslucht-trein. Bekende voorbeeld, in Engeland is er zelfs een fabriek geweest die werd voortgedreven door perslucht. Perslucht die dan vaak met waterkracht of windkracht werd opgewekt. Of verzameld in een dichte cilinder. Bekend voorbeeld is de buizenpost, kennen we misschien nog wel. Toen ik begon als journalist, had je op de krant waar ik werkte, werd nog de kopij, getypte velletjes werden nog met de buizenpost naar de drukkerij gebracht. Maar wat ik niet wist, is dat in Berlijn, Londen en vooral in Parijs tot diep in de 20e eeuw een uitgebreid stedelijk netwerk van buizenpostverbindingen stond. In Parijs was dat meer dan 400 kilometer. Ook een vergeten toepassing van perslucht was in Amsterdam. Nog voor de komst van een echte riolering had je in Amsterdam het zogeheten Lier-Neur-stelsel. Dat is vernoemd naar de verzinner ervan. Dat was een systeem waarin dat wat in de wc belandde, dat verzameld werd in tanks. En dat werd eens per week afgezogen door een stoommachine en ingezet of hergebruikt in de landbouw. Dat was een redelijk succesvol systeem waar op een bepaald moment een groot deel van de Amsterdammers plezier van hadden. Heel plotseling verdwenen met de komst van leidingwater en spoeltoilet. Ook in Dordrecht trouwens werd er hetzelfde systeem ingevoerd. Perslucht zou uitgroeien tot een dode tak in de technologische evolutie. Tenzij Tesla-baas Elon Musk erin gaat slagen om zijn Hyperloop aan de praat te krijgen. Dat zou een wonderbaarlijke heropstanding zijn van het gegeven. Jullie weten dat studenten hier in Delft daar redelijk ver mee gekomen zijn. Wat zeg je? Oh, echt wauw, dat wist ik niet. Leuk. Nog een. Ik zit eventjes te kijken. Misschien moet ik het een beetje inkorten. Mijn favoriete artikel eigenlijk is geweest artikel over, ik zoef er even doorheen, elektrische auto 1909, Jules Verne, het plan om de Middellandse Zee af te dammen. En gelijkertijd een groot deel van Afrika te inunderen. Nou ja, dit is een Nederlandse, dit over, nog over
perslucht. Oh ja, nee, dit moet ik helaas ook overslaan. Maar toch eventjes ter informatie, een iPad anno 1968 in de film 2001 A Space Odyssey. Nee, dit is toch wel heel erg leuk om te vertellen. En belangrijk. Ik ga nog even terug. Ik heb me vaak afgevraagd hoe het kan dat zoveel science fiction grote voorspellende waarde lijkt te hebben. En ik heb daar een interessante passage over gevonden van een science fiction auteur en een invloedrijke blogger, Cory Doctorow. Die juist zegt dat science fiction auteurs waardeloze waarzeggers zijn. Hij zegt, in bijna alle gevallen dat science fiction met succes een ommezwaai heeft voorspeld, is het dichter bij de waarheid om te zeggen dat ze tot die ommezwaai heeft geïnspireerd. Ter illustratie noemt hij het Motorola klapmobieltje uit de jaren 90. De makers van de science fiction televisieserie Star Trek hebben de komst van het klapmobieltje niet voorspeld. De ingenieurs van Motorola waren fans van Star Trek en hebben het ontwerp van een mobieltje gebaseerd op de communicator waarmee de Enterprise bemanning in de tweede helft van de jaren 60 rondliep. Zo bescheiden als Doctorow is over de voorspellende vermogens van science fiction, zo hoog heeft hij op over de scheppende kracht van het genre. Zoals een dokter met een wattenstaafje onzichtbare bacteriën in een petrischaaltje aanbrengt, zo doet een science fiction schrijver met zijn boek, maakt een SF-schrijver met zijn boek een kweekje waarin hij een nieuwe technologie of een nieuw idee zichtbaar kan maken. Ik vond dat een interessante gedachte. Dit is eigenlijk een andere illustratie van diezelfde gedachte. Fantastic Voyage is een film uit 1966. Een hilarische film, maar ook een profetische toevalstreffer. Sommige oude science fiction films zijn vermakelijk omdat de vliegende schotels wel heel duidelijk aan draadjes bungelen. Maar dit is echt een goede film. Met voor die tijd hele goede special effects. En ik heb hem van begin tot einde met een brede grijns bekeken. Niet alleen het idiote gegeven. Een onderzeeër wordt microscopisch verkleind en in de bloedbaan van een dodelijk zieke patiënt geïnjecteerd. Maar ook omdat de film zo ontzettend 1966 is. De kijker lijkt, kijk hier wordt het geïnjecteerd. De kijker belandt met de helden, lijkt met de helden te belanden tussen de glaasjes van een psychedelische vloeistof dia. Het verhaal speelt zich tegen de achtergrond van de Koude Oorlog. Een Tsjechoslowaakse geleerde loopt over naar het westen, maar wordt op de valreep getroffen door KGB-kogels en in coma belandt hij op de operatietafel en op dat moment moet men ervoor kiezen om de nog onrijpe techniek van het verkleinen toch maar vast in te zetten om de man zijn leven te redden. En uiteindelijk er volgt een fantastic journey door de aderen, door de longen, het binnenoor, het hart van de patiënt en uiteindelijk komen ze in zijn hersenen en daar vernietigen ze de bloedpop, de boosdoener, met een lasergeweer. De film doet je beseffen hoe duizelingwekkend de ontwikkelingen op het gebied van endoscopie zijn. Dit is een endoscopische capsule. En als je net die film hebt gezien, dan kan je niet de verleiding weerstaan om te kijken of er toch echt niet een duikbootpilootje achter het koepeltje zit. Iedereen kent uit verhalen de merkwaardige gewaarwording bij een darmonderzoek. Dat je getuige bent van uitvergrote beelden van de binnenkant, een reis door
door de binnenkant van je eigen lichaam. Dat is het bekendste voor beeld. Maar het gaat nog veel verder. Op YouTube zijn er beelden te zien van hoe een chirurg met een microscoop of een zeer klein lasergeweertje nierstenen verpulvert bijvoorbeeld. Heel kort na het schrijven van dit artikel las ik in de krant dat de Nederlandse chemicus Ben Veringa de Nobelprijs toegekend zou krijgen. Ik weet niet of jullie het gevolgd hebben, dat nieuws. Hij heeft een moleculaire machine ontwikkeld. Hij is chemicus, maar hij heeft een moleculaire machine ontwikkeld die zich als een nano-onderzeeër door het menselijk lichaam kan bewegen. Ik stuurde Veringa meteen een e-mailtje met verzoek voor een interview. En meteen al gelijk de vraag gesteld van, heeft u Fantastic Voyage wel eens gezien? En ik werd bijna onmiddellijk teruggebeld door een hele enthousiaste man. En die zei van, ja, gisteren heb ik nog een fragment van die film vertoond bij een toespraak in de Martinikerk in Groningen. En ik gebruik het wel vaker om uit te leggen aan mensen waar ik zo al mee waar ik mee bezig ben. Goed, dat heeft geleid in een stukje voor het NRC. De aardige bijkomstigheid was dat op de kop af een halve eeuw zat er tussen het in première gaan van de film in Nederland en de uitreiking van de Nobelprijs. Ik wil me hoeden voor al te grootsprakige conclusies van al mijn verhaaltjes, maar de connectie tussen deze film en de uitvinding van Veringa voert een mooie illustratie van wat ik tijdens het schrijven van die stukjes, wat me telkens weer opviel. En wat ik als man met een alfa-achtergrond nooit zo beseft heb, is hoe groot de rol van de verbeelding is in de wetenschap, de techniek en de vooruitgang. In de tijd van Leonardo da Vinci was het natuurlijk duidelijk dat er nauwelijks onderscheid was tussen een kunstenaar en een wetenschapper. Maar ik heb gemerkt dat bij de dat kunst en verbeelding nog steeds een hele belangrijke rol speelt in die fase. Die beetje onbestemde fase voordat een uitvinding werkelijkheid wordt. Je hebt een bekende zogenaamde hype cycle. Die wordt gebruikt om het verloop van een innovatie duidelijk te maken. Iets begint met een technology trigger. En dat zie je telkens weer. Daarna worden de verwachtingen heel erg opgeblazen. Ook door de pers. Peak of inflated expectations. Dan blijkt dat de techniek nog helemaal niet rijp is. En dan komt er een trog van teleurstelling. Sommige bedrijven komen daar nooit uit, zoals dat cargo lifter. Maar wat er dan gebeurt is, dan wordt de techniek geperfectioneerd of verbeterd en dan klimt het weer uit dat dal en dan komt er een soort reële verwachting. Dit gaat heel vaak op, maar wat ik denk is dat wat aardig zou zijn, is dat er, wat serieuzer dan dat ik als journalist kan doen, is dat er onderzoek komt naar die fase die voorafgaat aan die technology trigger. Dat kan een fase van 100 jaar zijn of korter. Maar dat is een heel, heel interessant fenomeen, is dat. En dat is waar dat rubriekje eigenlijk over gaat. Dat was het. Dankjewel, Fanta, voor je boeiende betoog. Ik zei in het begin iets over pauzes en dat soort dingen. Heeft dat zin? Hebben we behoefte eraan? Nee hoor, daar gaan we toch gewoon in. Zijn er vragen? Zijn er opmerkingen? Zijn er?
Ja, nee, ik was benieuwd, die zeppelins, waarom is dat geen succes meer geworden? Het is alweer een tijdje geleden, maar wat ik me kan herinneren is dat in het promotieonderzoek, ik was er een van de betrokkenen die niet aan de top stond, maar die die ingenieur, een ingenieur, maar die duidelijk niet aan de top staat, maar wel bij de technische uitvoering betrokken was. En die zei in het Duits, dat proefmodel, dat was niet meer dan een zak met gaten. Ik denk dat er echt gewoon een soort tunnelvisie heeft plaatsgevonden. Dat mensen hem niet, de leiding, die wat geen beta-figuren waren, geen techneuten, gewoon niet durfde tegen te spreken. Ik denk dat het daarop neerkwam. Iedereen was te laf. En er was ondertussen was de verwachting zo hoog. En de kranten stonden er vol van Schröder, bondskanselier destijds, was op bezoek gekomen. Niemand durfde nog te zeggen van jongens, het werkt eigenlijk niet. En daarmee heeft het... Maar dat is heel kort samengevat wat ik me ervan herinner. Wat is eigenlijk precies het verschil tussen de Zeppelins en de luchtschepen die je nog wel ziet? Zeppelin is een Duits luchtschip. Is een naam eigenlijk, volgens mij een merknaam, vernoemd naar Graaf Zeppelin. Dat weet ik, maar de technologie, want er vliegen wel degelijk luchtschepen, Zeppelins dus. Oh, ja, ze zijn er nog wel, maar ze worden voornamelijk gebruikt voor recreatieve doeleinden of reclame. Het is geen, voor zover ik weet... Nog geen echt vrachtvervoer geworden. Ik kom bij je met de microfoon. Een Zeppelin heeft een aluminium frame met een overspanning eromheen. En daarin hangen gaszakken. Dus ze kunnen gewoon er doorheen lopen. En een luchtschip is gewoon een frameloos ballon, maar met een zekere stroomlijn. Oh, dat wist ik niet. Wat me nog wel te binnen schoot om terug te komen op jouw vraag, is dat ze er helemaal. Ze liet hem omhoog komen met helium. Omdat waterstof, je kunt je de beelden van de Hindenburg misschien voor de geest halen. Dat was niet zo'n heel goed idee. Maar men had er niet bij stilgestaan dat helium veel te duur is om kijk, als je vracht hebt afgeleverd, dan ga je omhoog. Dat is het heel moeilijk om weer beneden te komen. Ze hadden er niet over nagedacht dat helium veel te duur is om gewoon maar te laten ontsnappen om weer op bij de grond te komen. Dus ze hadden helemaal niet goed nagedacht over hoe daarmee om te gaan met de ballast en stijgen en dalen enzovoort. Andere vraag, Fanta. Wie in jouw ogen, nou, alle ervaringen die je hebt gelezen, nou het beste voorspellers zijn? Wat voor soort mensen zijn dat die dat het beste doen? Of is het vaak gewoon toch gokken en geluk hebben? Oh, dat vind ik een interessante vraag. Ik heb me erover verbaasd hoe science fiction schrijvers in de 20e eeuw vooral allerlei ontwikkelingen van luchtvaart, ruimtevaart, robot, internet al heel veel voorspeld hebben. Ik denk toch op, maar niet natuurlijk in detail uitgewerkt. En de mooiste voorspelling vind ik ook wel van Christian Huygens, die gewoon puur technische voorspelling was dat. Dat was gewoon goed nadenken en die was zijn tijd gewoon echt vooruit. Ik kan niet een antwoord hierop geven. Ik heb me vooral verbaasd over de verbeeldingskracht van kunstenaars eigenlijk. Ik heb een boek. Er is een boek geschreven door James Tetlock.
en Dan Gardner. Dat heet Super Forecasters, ook een Nederlandse vertaling van Super Voorspellers. En dat gaat inderdaad een beetje in op die eigenschappen van wat zijn nou goede voorspellers. En die twee wetenschappers die organiseren vaak voorspelwedstrijden. Dus ze volgen allerlei mensen en dan moet een bepaalde voorspelling moeten ze doen, of een bepaald onderwerp. En ja, na afloop kan je goed kijken wie nou de beste voorspelling heeft. En er zijn daar bepaalde kenmerken van hele goede voorspellers, super voorspellers. En een daarvan is dat wat niet werkt is, dat is een beetje last voor wetenschap, is dat je moet niet gespecialiseerd zijn. Dus mensen die ergens heel veel verstand van hebben, die hebben van iets heel veel verstand en die blijven daaraan vasthouden. En die vinden het heel lastig om nieuwe informatie te verwerken. Vooral als dat informatie is die niet helemaal overeenkomt met hun expertise. Dat wordt in die terminologie van het boek wel de hedgehogs genoemd. Dat zijn dus de egels. En aan de andere kant heb je de vossen. En die zijn slim. En die zijn voortdurend bezig om overinformatie vandaan te halen. En ook zijn ook bereid om tussentijds hun voorspelling of hun uitgangspunt bij te stellen. Dus eigenlijk is een hele specialistische houding blijkt niet zo goed te zijn voor het voorspellen van de toekomst. Dat gaat trouwens wel wat over korte termijn voorspellingen. Maar dat is wel een boek wat daar betrekking op heeft. Super forecaster, zei het. Ja, ik denk een goede kennis van de stand van de techniek. Dat is natuurlijk de eerste vereiste. Daarmee kan je, als je heel goed bent, al een soort titulaar worden. Als je vervolgens heel veel weet van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, dan kan dat misschien ook helpen. Maar ik denk inderdaad dat je vooral een hele open blik moet hebben en verbeeldingskracht. Dat is waar het om gaat. Ja. En misschien ook het lezen van oude of nieuwe science fiction. Die Veringa zei tegen mij, ik had stilletjes gehoopt dat hij had verteld dat hij zijn studie was begonnen omdat hij geïnspireerd was door het zien van die film. Dat was helaas niet het geval. Maar hij vertelde wel dat van jongs af aan science fiction hem geïnspireerd heeft om nou ja, zijn nieuwsgierigheid geprikkeld heeft, zoals hij het zei. Dus ik denk dat nou ja, het is ook, zelfs Einstein zegt daar dingen over. Hij heeft het niet woordelijk zo gezegd, maar wordt op internet vaak samengevat met logica brengt je van A naar B. En verbeelding brengt je overal. Hij heeft er iets meer woorden voor nodig gehad, maar dat was ongeveer de strekking van zijn. Ik kom even de microfoon dan. Desalniettemin zei hij dat God niet dobbelt. Terwijl we nu denken dat nu wel zo is. Die uitspraak wordt ook betwist. Er zijn op internet heel veel sites met citaten. En er zijn ook websites die gaan over ten onrechte toegekende citaten. En ik heb gisteren toevallig nog gelezen dat deze wordt betwist, dat die van hem is. Mag ik vast houden? Oké. Ik verbaas me wat over. Als mooie voorbeelden maken over de toekomst, dat het zo ontzettend die tijd is. Als wij nu terugkijken daarna, zien we meteen, het is 1966. Dus ze kunnen eigenlijk het niet overbruggen naar voren toe. Ze blijven juist zitten waar ze zitten. Veel voorspellingen zeggen meer over de tijd waarin ze gemaakt zijn of ze betrekking hebben. Nou ja, dit is natuurlijk krankzinnig, wat ik al zei, heel erg jaren 60. Maar het... Maar waar zit hem dat dan in? Als we dit... Ja, mode, kleur, ja. Je ziet het is... Maar wij zien het nu als ontzettend ouderwets, terwijl het nu de toekomst zou moeten zijn. Eerlijk gezegd begrijp ik je vraag niet helemaal. Nou, waarom kunnen mensen niet over het heden heen denken? Dat is mijn vraag. Ja, ik vind dat een moeilijke vraag. Maar in die 12 jaar dat ik voor de ingenieur schrijf... Wat bij mij helemaal onderuit is gegaan, is het idee van de geniale geleerde, de geniale uitvinder. Zelfs de meest geniale mensen borduren voort op het werk van hun voorgangers. Er is niemand die vanuit het niets, als een soort goddelijke influistering, opeens een enorme stap maakt. Dat is maar heel zelden.
Amerikanen en Engelsen iets minder zijn wel heel geneigd om het zo voor te stellen. Maar zelfs toch redelijk geniale geleerde als Nikola Tesla borduurde gewoon voort op wat zijn voorgangers had gedaan. En die was zonder dat niks geweest. Dus dat hele idee dat je als enkeling in staat zou zijn om een fase over te slaan. Dat is naar mijn idee onmogelijk. Ik denk dat beschaving en vooruitgang, dat een hoe heet het, een gezamt kunstwerk is. En niet iets wat... Er is toch een citaat van op andermans schouders staan, reuzen en dat soort dingen. Ja, dat is niet van Newton of Frank? Ja. Gaan we zo zien. Hier zag ik een vinger. En dat... Ik vroeg me af of dat niet voor een deel te maken heeft met visualisatie. Dus futuristisch is hier het idee van het verkleinen en dat je door het lichaam heen gaat. Maar vervolgens heeft een graficus, niet noodzakelijkerwijs de bedenker van het idee, dat op een bepaalde manier verbeeld. En die heeft bijvoorbeeld een vaartuig gemaakt, of een voertuig, wat uit die tijd qua design zou passen. En daardoor krijg je denk ik ook dit effect. Ja, dat ook. Het is overigens een heel komisch... onbekookt plan geweest, want het scenario lag al klaar en toen is Asimov, de SF-schrijver, ingeschakeld om nog te redden wat er te redden viel. Want wat sowieso al niet kan, kijk, moleculen hebben en atomen hebben een fundamentele afmeting, dat kan je niet zomaar verkleinen, dus dat is sowieso al ondenkbaar. Maar Asimov heeft iets van, ik geloof hyperspace, iets, een soort blabla over hyperspace ingevoerd. Om het maar, nou ja, geloofwaardig te laten lijken. Maar je hebt helemaal gelijk. Het is in alle opzichten weerspiegelt die film zijn tijd. Heel komisch detail vond ik ook, is dat op een bepaald moment de leider van de expeditie, het heet van de strijd, moet er een ingewikkelde berekening gemaakt worden. Trekt hij zijn rekenlineaal uit zijn zak. Nou ja, niet gek, want de eerste zakrekenmachine kwam in 1972, net iets te laat. Maar ook grappig op het moment dat hij onderzeeër wordt ingespoten, zit iedereen echt hard te paffen. Ja, je moet toch iets doen tegen de zenuwen. Nou ja, goed. Dat is ook mooie voorbeelden van de keuken van de toekomst. Heb ik van die beelden uit de jaren 50, 60. Hè, mooie, en die zijn heel goed in de zin van redelijk accuraat. En alles gaat automatisch. Maar er is altijd één fout die erin gemaakt wordt. Namelijk staat altijd een vrouw in die keuken. Ja. Dat is typisch. De techniek wordt afgespeeld. Maar de maatschappelijke werkelijkheid, ja, die heeft dan toch helemaal mis. Andere vraag, andere opmerking misschien. Even helemaal terug naar het begin van uw lezing. Ik heb dat nooit eerder gehoord, maar dat u zei, Bacon, dat hij naar achteren keek. Dus wat hij, zeg maar, voorspelde, dus niet voorspelde, dat hij zei, dat is ooit al een keer gemaakt. Waarom werd er toen zo naar gekeken? Ik heb dat nooit eerder gehoord. Ja, ga er in mijn artikel iets dieper op in. Maar de achterliggende gedachte was dat, mogelijk was geweest. Nee, hoe moet ik het goed zeggen? Als God had geweten dat er een auto zou komen, dan had dat wel ergens in de Bijbel gestaan. Zo simpel was dat, die gedachte. Volgens mij was Thomas More met Utopia de eerste die zei de toekomst ligt voor ons. Daarvoor was altijd het land van Cocagne of de hemel. Het was altijd de toekomst lag... Achter je. Het is je heel moeilijk voor te stellen, hoor. Want wat jij zegt, het zit alleen al in de taal, zit het heel erg ingebakken, zeg maar. Het is verschil tussen een lineair toekomstbeeld. En in het christendom gaat dat dan naar het einde der tijden en zo. Even niet door, maar in die tijd geloofde iedereen in God. God ja, bestond gewoon precies. En daarmee uit. Ja. Dus als je dat denkbeeld in je hoofd hebt, dan ja. Ja. Geef niet. Ja, ja. We hebben weer een vraag. Ja, ik had het over hetzelfde ook wel begin. Je had het bij die voorspellingen in 1300 over het begrip machine. Maar bestond dat überhaupt wel, een begrip machine? Oef.
Dat weet ik niet meer helemaal. Het is een, ik denk een jaar 4 of 5 geleden. Ik heb wel de tekst in oorspronkelijke vorm gelezen. Maar dat was dan uit 1542, zeg maar, een gedrukte versie van de tekst. Ja, ik denk toch wel dat het woord machine niet bestond, maar wel een toestel. Ik weet niet welk Engels woord je daarvoor zou moeten gebruiken, maar ik denk dat wij Nederlanders, dat je een toestel had. Sorry? Oh, ja. Mag je? Ja. Jan, heb jij geen vraag? Meestal heb jij... Laatste vraag is voor Jan. Nou, het is geen vraag, maar je hebt natuurlijk al bij de oude Grieken de deus est machina. De god die komt dus uit een soort machine. Dus men had gewoon een bepaalde constructie. Dan ontknoping kwam, men kwam er niet uit en dan kwam er een god. Ja. Deus est machina. Dus het woord is al heel oud. Ja, dat geloof ik onmiddellijk. Ik weet te weinig van Grieks en Latijn. Maar je hebt... Ja. Wel iets wat automatisch los van de mens gaat of zo, wat buiten de mens staat. En... Ja. 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 Ah, mooi opgemerkt. Als je nu naar Sparta gaat in Leiden, dan zie je hetzelfde. Alleen hebben ze de mens dan opgeblazen. Oh, ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Dat had ik nog niet eens aan gedacht. Zijn andere vragen? Hoe maak ik er nog een fant aan? Een jaar of 30 geleden ergens, en het was niet het blad Ingenieuze, het blaadje lag bij een arbeidsbureau. En daar stond in dat de mobiele telefoon eigenlijk was uitgevonden door een vrouw. Het principe achter de mobiele telefoon. Dat mobiele telefoon heeft niet veel vaders, maar wel veel moeders dan eigenlijk. Zou heel goed kunnen. Ik zou het niet weten. Ik ben toevallig voor de historisch nieuwsblad nu bezig met een artikel over een terugblik op een eeuw atoomenergie. En atoombommen en weet ik wat allemaal. Als we met z'n allen ten onder gaan aan dat verschijnsel, dan hebben vrouwen ongeveer een even belangrijke bijdrage geleverd aan onze ondergang aan mannen. Marie Curie, maar ook met radioactiviteit en radion, maar ook in de vooravond van de Tweede Wereldoorlog hebben vrouwen op de eigenlijk een beetje buiten de schijnwerpers een hele belangrijke rol gespeeld. Om uiteindelijk kernenergie te verwezenlijken, maar ook de bom. De vorige lezing die we hadden in deze serie was door Roland Ort van de TU Delft. Die is ook opgenomen, die kan ook op YouTube kunnen terugkijken. En dat gaat ook deels voor dat het heel lastig is soms om te traceren wie, maar ook wanneer, nou echt aan het begin heeft gestaan. Nou, los van jouw terechte opmerking van wat er ook gebeurd is. Is dat een voortborduursel of inspiratie van iemand wat daarvoor gebeurd is. Maar het is soms heel moeilijk om achter te gaan waar het is. En, hij, en die docent van de TU Delft, die heeft gegeven ook een mooi voorbeeld, de wifi. Die schijnt hier in Nederland ontwikkeld te zijn. En hij heeft ook degene geïnterviewd die dat zei, of in ieder geval die aan hem werden toegeschreven. En tijdens dat interview kwamen ze eigenlijk achter van, goh, ik was het eigenlijk helemaal niet, ik was iemand anders. Want, en volgens mij stond in de Volkskrant deze week ook daar nog een stuk over. Het is steeds een beetje onduidelijk wie nou als eerste met dat principe kwam. Dat is best wel eens vaag. Dat is niet, ik kom er steeds vaker achter dat de analogie met de biologische evolutie heel erg verhelderend werkt als je de technologische ontwikkelingen wil beschrijven. Daar zit echt enorme overeenkomsten in de geleidelijkheid. Om te beginnen al. En het, nou ja, in plaats van voortplanting gaat het dan alleen om imitatie. En goede imitatie, slechte imitatie, een mutant die gunstig uitpakt. Het is een enorme overeenkomst tussen beide dingen. Nou, laten we niet. Nou, als er geen vragen of opmerkingen zijn. Dan wil ik Fanta nogmaals hartelijk danken voor jouw vrije uiteenzetting. Dank je wel voor deze erg mooi betoog.